Nou, Sabine, het zal wel even schrikken zijn als je zo plotseling een filmpje krijgt van je idool. Nou, ik heb een prachtige brief gekregen van Marlies. En daarin heb ik wat gehoord over hoe het met je gaat, hoe het in het verleden is gegaan, maar vooral ook hoe het nu met je is. En je kan wel een klein beetje steun gebruiken. Vandaar ook deze symbolische hart onder je riem. Weet dat heel veel mensen aan je denken. Je hebt het niet makkelijk. Je kunt pech hebben en pech hebben. En je hebt eigenlijk op alle vlakken de wind een beetje tegen. Maar je bent een sterke persoonlijkheid en je laat je niet kisten. En dat is fijn om te weten. En je omgeving laat je ook niet in de steek. Want hier hebben we een prachtige brief van mij gestuurd. Vandaar dat ik jou eigenlijk vandaag wilde verrassen met een filmpje. Om te zeggen dat ook ik je niet vergeten ben. En de vinkclub ook niet. Dus van alle vinkclubleden en van Nathalie en van Marco een hele dikke warme knuffel. En eigenlijk mag je Marlies ook wel een knuffel geven. Die heeft eigenlijk allemaal stiekem een klein beetje geregeld. Nou, doei, ik heb het op de vinkclubdag gezien, maar doe je best.